Bij kleine bakkerijen vormen zich door deze schaarste sinds gisteren lang rijen. Ook bij winkels is het dringend verbrood. Reporter Aranza Swedo ging langs een aantal kleine bakkerijen en maakte het volgende verslag. De lange rijen bij de bakkerijen komen omdat er een tekort is aan brood. Nou, een deel van de burgers zijn niet te spreken over de huidige situatie. En vandaag praten we dus met een paar en zelfs ook met iemand die in een bakkerij werkt. Ja, het is een moeilijke situatie hoor, want zo gaan we dood in het land. Ik denk dat net kom ik van huis, ik zeg tegen die vrouw, ga je koken? Ze zegt ja, ze gaat rijst koken, maar we hebben vandaag nog geen brood gegeten, zie dat gisteren. Dus we moeten even wachten om te kijken wat er gebeurt. Ik ga naar een andere bakkerij gaan, nu misschien vind ik het daar, anders moet ik na 1 uur terug hier zijn. En het gaat niet, het is echt, we didn't know that. Heel erg, want ik ben ook te werk gesteld op sociale zaken. Maar mijn bijbaantje doe ik hier. Ik help hier omdat ik van de buurt ben en ik weet hoe lastig het is wanneer men komt om brood te komen dat men in de rij staat. Dus daarom help ik de Chinees hier zo. Burgers zijn er verder niet over te spreken dat de broodprijzen eventueel zullen worden aangepast. Ook vanuit de bakker blijven de uitdagingen niet uit, gezien de al financieel uitdagende situatie in het land. Als ze dat gaan doen met ons, dat volgens mij wordt de def true. Want je rijdt, ik rijd met de empty tank bijna nu. Want hoe gaan we dan brood moeten kopen? Toch, dat is hoog nodig. Dan ga ik mijn auto thuis moeten laten en gewoon te voet of met de fiets weggaan even. Om het te doen. Anders redden we het niet. Zeer moeilijk. Omdat er geen bloem is. Men zegt dat er bloem komt, maar tot nu toe hebben we geen bloem ontvangen. De voorspelling is dat de schaarste blijft aanhouden totdat de boot in Suriname is.